Stefan heeft sinds vrijdag, nee, sinds zaterdag heeft hij keelpijn en is hij een beetje ziekjes, bla 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 bla. Tot zeg maar de climax van gisteren, dat hij echt zo, ik ben ziek, ik ben ziek. Ken je dat? Wanneer mannen ziek zijn en echt ultiem aanstellen gaan doen. Ja, dat was Stefan gisteren. Ik dacht, nee, ik ben superwoman, dit gaat mij niet gebeuren, ik word niet ziek, bla bla. Totdat ik ineens gisteravond een kriebeltje voelde en vanochtend wakker werd met, wie kent die strepsels reclame nog? Met van die appel, met van die stekeltjes erin en zo. Ja, yeah, dat gevoel dus. Ik ga wel heel veel thee drinken en zo, bla bla. Trouwens, je moet echt even mijn huid zien. Oké, wacht. Je ziet nog steeds vlekjes en zo, maar het voelt echt zo amazing. Ik heb namelijk gisteren zo'n glycolzuur peeling gedaan. Masha die heeft er natuurlijk als eerste een video over gemaakt, bla bla. En eigenlijk mij ook overgehaald om zoiets te doen. Als je acne hebt, it's amazing. En ik kon je de ervaring natuurlijk niet onthouden, dus hier komt die. Oké, dit is mijn huid. Hardcore, allerlelijkste, hardste licht erop. Hier heb ik hele grote poriën. Hier een vlek van nog een uitbraak van vorige week. De bindi is gelukkig bijna weg. En ik heb hier nog een pukkeltje. Ik had hier super diepe littekens. Maar dit is al door die fruitzuurpeelings al minder geworden. Hier, ik heb super grove poriën op mijn voorhoofd. Ja, je ziet al dat zeg maar door de leeftijd de lijntjes in mijn, want ik praat heel vaak zo. En dat die lijntjes in mijn voorhoofd al beginnen te staan. Ik zit na te denken over baby botox, eerlijk. Ieder zijn eigen mening over plastische chirurgie en dingen. Baby botox klinkt mij best wel aantrekkelijk in de oren, moet ik zeggen. Dus misschien ga ik dat nog doen. Ik weet het niet. Maar goed, dit is de before, de peeling. En eigenlijk meestal zie je pas na een week zie je echt hoe mooi je huid is geworden. Dus laat zeggen, dit is dinsdag. Volgende week ga ik je sowieso meteen hierna een after laten zien. Maar volgende week laat ik je ook even zien hoe het zeg maar, ja. Staan we er gewoon even bij stil hoe het er na een week uitziet. Ik ga zo beginnen met de peeling. En dat kan een beetje prikkelend en jeukend aanvoelen. Ja. Ik begin vaak op het voorhoofd, daarna ga ik naar de wangen en dan naar de kin en naar de neus. Maar dat is een normale reactie. En dat weet je ongetwijfeld ook wel. Ja, ik moet zeggen, ik had het veel heftiger verwacht. Maar het was echt, ja, ik weet niet. Een beetje net alsof je een beetje een irriterende crème smeert of zo. Het is niet heel erg of zo. Gaan we beginnen? Yes. En doe je nu ook hoger percentage weer? Of gewoon hetzelfde als wat ik in januari heb? 50% glycolzuur. Ja. En dat is dezelfde als bij de vorige behandeling. Oh ja. Okay. Ja. En vooral omdat de huid al wel iets gewend is wat betreft peelen. Ja. Kies ik voor dit percentage. Oké. Okay. Gaat het met de prik? Ja hoor, ik voel echt bijna niks. En op de een of andere manier, ja, dat is misschien een beetje sadistisch of zo, maar ik vind het ook wel lekker of zo. Alsof je huid echt helemaal goed wordt schoongemaakt of zo. Dat geeft ook altijd wel even een fris gevoel na die tijd. Kom ik even op de bovenlip? Ja. Nou, hij zit erop. Yes. En we laten hem eventjes zitten, want ik wil wel wat huidreactie zien natuurlijk. Oké. Okay. Wat voel je nu? Ja, gewoon een beetje prikkelend. Oké. Okay. Gewoon echt, zeg maar, wat je normaal op een wondje voelt. Mm-hmm. Wanneer alcohol erop doet. Maar dan een beetje over je hele gezicht. Een beetje bijtend iets. Ja, maar niet echt erg of zo. Glycolzuur is een milde peeling, maar het doet eigenlijk heel veel. Ja. Ik was echt zo tevreden na die eerste twee keer. Fijn. Ik had ook echt al hier best wel diep putje. En deze was heel erg, dit litteken hier. Het was zo diep. Dat is nu echt veel minder. Fijn, super. Nou, de huid kan de peeling goed verdragen.
Ja, ja, wat ik al zei, ik heb echt geen moeilijke huid over het algemeen. Het is gewoon, ook nooit met crèmes en dat soort dingen. Ik merk wel dat de laatste tijd heel erg droog is, maar ik weet niet of dat ook inderdaad met de wat oudere leeftijd. Kan ook door de zon komen. Ja? Dat de huid sterk wordt uitgedroogd, omdat we toch in de zomer zitten. Oké. Ik zie hier al licht wat roodheid ontstaan op het voorhoofd en een klein beetje hier rondom de neusvleugels en de kin. Het zijn vaak wel een beetje de meest gevoelige gebieden. Dan kom ik alvast met een ander middel op de kin en daarmee stop ik de peeling. Ja. Ik heb dit gewoon aan mijn ouders als verjaardagscadeau gevraagd. Zo geweldig vind ik het. Ja, dat is een heel mooi compliment. Ja. Weet je, je kan smeren met make-up wat je wil, maar als je huid niet mooi is, klopt. Dan... Ja. Ja, is het gewoon, dan ligt het er ook echt op af en toe. Ja. Maar het zorgt er verder ook voor dat de huid er wat frisser uitziet. Wat minder dof. Ja. Iets egaler. Ja. En op lange termijn gaat het ook huidveroudering tegen. Ja, dat begrijp ik. Dus dat ook is inderdaad. Heel mooi. Top. Maar, dus dat is gewoon meer, zeg maar, in die gebieden. Want waar ik nu bij mezelf de eerste huidveroudering zie, is echt bij mijn ogen. Dat het hier allemaal volume verliest, eigenlijk. En dat gebeurt een beetje met de tijd. Want we zien wel dat de botstructuren met de jaren wat kleiner worden. Ja. En de tweede huidlaag, waar het collageen en elastine bindweefsel zit, die wordt wat dunner. Oh ja. En daardoor gaat de huid licht iets verslappen. Ja. Maar ook zien we dat de bovenste huidlaag, de opperhuid, die wordt dikker. Vooral rond de leeftijd van 30. Oh wauw. En vandaar zien we vaak, en krijg ik vaak de vraag te horen van, goh, mijn huid wordt steeds wat grauwer, wat toffer. Oh. Poriën worden wat beter zichtbaar. Ja. Dus dat is wel iets wat eigenlijk bij heel veel vrouwen zichtbaar is. Ja. Ja, poriën op zich kunnen niet verdwijnen of verkleind worden. Nee. Maar een peeling of bijvoorbeeld tretinoïnecrème of een exfoliant kan er wel voor zorgen dat de huid wat dunner wordt en iets gladder. Okay. En daardoor lijken ze vaak wat kleiner. Oké. Ja. Wat ik zie is dat er mooi wat roodheid in de huid is ontstaan. Dat is ook een reactie die ik graag wil zien. Ja. Dat mag ook. Dit is dus de day after. En ik keek vanochtend in de spiegel en ik dacht, oh my god, mijn huid is gewoon echt... Ja, je kan het volgens mij niet echt heel goed zien. Maar het is hier zo glad. En ik had ik gisteren altijd zo'n pukkeltje hier zo. Maar it's amazing. Het voelt echt zo... fijn. En meestal, kijk, je huid is nu getraumatiseerd, zoals we dat noemen. Maar meestal zie je na een week zie je echt wel gewoon super mooi verschil. En zeker, ik had in januari had ik het 2 keer achter elkaar gedaan. Zo'n verschil in je huid. Ik kan het je echt van harte aanraden. Zo'n behandeling kost €75 bij de Veldhuiskliniek. Amazing. Doe het. Zeker als je gewoon een moeilijke huid hebt. Ook als je geen moeilijke huid hebt trouwens. Dus het werkt ook huidverjongend en dat soort dingen. Het is ongeveer 9:30. We gaan ontbijten. Yoghurt, havermout, mango. Ai. Ik voel me blijkbaar toch echt niet lekker. Ik had vanavond met Eva afgesproken om even te gaan eten. Maar ik heb nu tegen haar gezegd, laten we even volgende week doen. Want ik voel me gewoon echt niet chill. Ik weet niet, wat vind jij hiervan? Ik vind het best wel aso dat wanneer mensen zich niet lekker voelen of wanneer ze ziek zijn, dat ze met anderen gaan afspreken of naar werk toe gaan of zo. En ik had het al, zeg maar, toen ik werkte, dat ik echt, als ik mensen hoorde rochelen en hoesten en dat soort dingen, dat ik echt wel dacht van, sorry, blijf thuis. Maar dat hele, weet je, dat hele ventilatiesysteem, wat je heel vaak in kantoorgebouwen hebt, dat verspreidt al die bacteriën. En dan maak je dus allemaal andere mensen ziek. En dat vind ik dus ook met vriendinnen. Als je ziek bent, blijf alsjeblieft thuis. En dan, zeg maar, ook vanuit de liefde van mijn hart, weet je, ik wil gewoon dat je heel snel beter wordt, maar... Ook gewoon, weet je, ik vind het gewoon niet chill als je andere mensen gaat lopen aansteken of zo. Dus wat vinden jullie daarvan? Is dat, ben je dan weak? Of ben je dan juist gewoon sociaal bezig van, ik voel me niet lekker en ik wil jou ook niet ziek maken. Dus laten we even volgende week doen of zo. I don't know, laat me weten in de comments. Ik heb maar een hele grote salade gemaakt. Kijk, hier kan het zo wel zien. Wat zit erin?
Dit is veldsla, tomaatjes, er zit komkommer in, avocado en gewoon een dressing van olie, azijn en wat knoflookpoeder en wat zout. Dus ik ga maar eventjes weer vitamintjes pompen. Ah, OMG, OMG, OMG. Ik ben de meiden en heren, die er blijkbaar ook mee zaten, aan het terugmailen over de Tesla roadtrip. Ik ga hem aanstaande zondag doen. Wanneer je dit ziet, heb ik hem afgelopen zondag al gedaan. En ik ben zo briljant geweest in al mijn enthousiasme. Want er kwamen zoveel mailtjes om 10 steden in 1 dag te proppen. Ik dacht, ah, dat doen we wel. Daarbij niet echt nadenkend dat... Daarbij niet echt over nagedacht dat als je zoveel steden in 1 dag propt, dat kan wel. Maar dan heb je niet zoveel tijd in een stad. Dus ja, de meiden waar ik mee afspreek, ik hoop dat ze allemaal komen, dat ze tijd hebben. Maar het is letterlijk een kwartier per stad even hoi zeggen. Ik wil wel echt de mooiste plek, het mooiste of leukste plekje dan zien van die stad. Maar ja, ik heb er zoveel zin in. Zoveel zin in, ik ben echt helemaal enthousiast. Dus ja, dat ben ik nu eigenlijk aan het doen. Ik ben even tempeh aan het bakken, want ik ga iets eten wat ik zo lang niet heb gegeten, waar ik wel super veel trek in heb. Namelijk salad wraps. Oh, weet je wat ik eroverheen ga gooien? Check dit. Dit is zo typisch Chinees. Zit geen rotzooi in. En heb ik er al wat ingegooid? Ja, een beetje. Het smaakt heel zoet, maar als je het zeg maar goed gebruikt, oh, dan is het vet lekker. Ik heb geen idee of het lekker is met tempeh, maar effet. We gaan het gewoon uitproberen. Ik ben geïnspireerd door Masha's tempeh. Die video staat op Foodgloss. En toen dacht ik, oh, eigenlijk moet ik echt wel wat meer inspireren met mijn... experimenteren met mijn tempeh. Dus we gaan eens kijken of dit lekker is. Ik heb nu helaas geen sojasaus en dat soort dingen in huis. Anders zou ik wel Masha's tempeh maken. Maar we gaan kijken of 5 spices ook lekker genoeg is. Kijk, ik heb een blad Romeinensla. Romeinensla. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Gewassen. Daaroverheen wat aioli gesmeerd. En dan nu ga ik de tempeh. Moet je kijken hoe mooi goudbruin het is geworden. Ik denk dat dat echt door die 5 spices komt. Tempeh erbij. Zo. En dan wat avocado erbij. Zo, vanaf hier. Ja. De meest weirde combo ever. Aioli, tempeh met 5 spices. Nou, een beetje komkommer. Zodat je een beetje bite hebt. Zoals ze dat zeggen op tv, bij kookprogramma's en zo. En dan... Ja, die sla is natuurlijk ook wel de bite, maar ik dacht... Extra komkommer zal vast wel lekker zijn. En dan ga ik nog wat zout overheen gooien en dan is het klaar. YOLO! Ik heb er toch een zuurkool bij gedaan. Geen idee of het lekker is. Wacht, ik ga het je zo laten zien. Oké, YOLO wrap. Ja! Nee, serieus. Ik vind het best wel lekker. Meest gekke combo ooit, maar hey. Live la vida loca. Homeland seizoen 2. Yo, even serieus. Ik kan echt niet ophouden met kijken naar mijn huid. Ik weet zeg maar dat ik hier nog heel veel vlekken heb. En hier ook. Maar de structuur is gewoon al een stuk fijner. Ik ben er echt zo blij mee. Ik ben benieuwd wat ik je volgende week kan laten zien. Nu ga ik slapen. Werken aan mijn schoonheidsslaapje. Het is ongeveer 11:30. Dus ja, ik vind dat best oké op tijd. Morgen... ga ik een visum ophalen. Ik durf het gewoon niet te zeggen. Omdat ik denk van... misschien gaat er iets mis, bla bla bla. Maar ik hoop dat als je dit ziet... dat ik dat visum heb. En anders dan zoeken we een andere oplossing. Komt vast wel goed. Yeah! Wat een mazzeldag! Ah! Ik ga slapen. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. En tot morgen!